het park en Beek vond in het weekend van 27 juni voor de tweede keer het Zomerlichtfestival plaats. Regionale en nationale artiesten vermaakten dit weekend bezoekers met een diversiteit aan muzieksoorten. We zitten nu op de laatste band van de twee dagen, dus ik zag bijna een beetje... Ik heb het gevoel dat ik 10 centimeter gekrompen ben, want je hebt natuurlijk ook opbouw 2-3 dagen in dit superpark. Het park, hè, de sfeer is super, maar er is niks, dus alles moet gebouwd worden. Van de rijplaten, de aggregators, zodat je van een park een festivallocatie maakt. Maar dat maakt het ook heel spannend en leuk. Gisteren, de zaterdag, volle bak. Bandjes die bekend waren, minder bekend. Van singer-songwriters tot bekendere namen. Net hebben we Lisa Louis gezien. Ja, een super stem natuurlijk. Het publiek komt uit Beek, maar ook van veel verder. Voor Lisa Louis bijvoorbeeld komen ze van Groningen, Randstad tot... Dus het is een mooie mix van publiek, van jong tot oud. Kun je misschien een beetje vertellen over de band wat nu gaat spelen, wat we dadelijk gaan zien? Dadelijk speelt Funk Transplant, een band uit de regio Sittard. Ze bestaan al heel lang, maar... Kijk, het festival is bedoeld voor regionale bands, professionele bands, die wel of minder bekend zijn. Maar Funk Transplant bestaat al lang, maar speelt ook wel niet heel veel in de regio. Dus een mooi podium voor hun om voor Beek en omstreken lekker te spelen dadelijk. Dus het is een heel mooi visitekaartje voor hun. Ja, ik denk het. Kijk, ze spelen best veel, maar we hebben alle faciliteiten, een groot podium, genoeg publiek. En de bands komen graag. Dus, Hoe gaat het volgend jaar uitzien? Ik heb op de site gelezen, camping nog niet aanwezig. Nou, ik voel een klein... Het is afwachten. Kijk, op een gegeven moment, het festival is dit jaar de tweede keer en meteen 2 dagen. Volgend jaar 2 of 3 dagen. Kijk, je probeert natuurlijk, we hebben een ambitieus team. Je wilt natuurlijk groeien. Het park gebruiken we nu voor 1/5. Dus voor het park zit er groeipotentie in. Maar dan wil je bekendere namen gaan boeken, heb je meer budget nodig. Nou, en dan kun je ook een campingfaciliteiten denken. Maar het hangt allemaal af met budget. Hoeveel mensen komen er? Het is nu nog gratis, maar kun je dat blijven volhouden? Dat is heel lastig natuurlijk. Nou, dan wens ik je voor volgend jaar heel veel succes. En dan zien wij ons volgend jaar. Hartstikke goed. Dankjewel.